is het wel een beetje stress. Op het moment, ja, je wilt wel dat alles goed in orde is. Dus wel stress. En de rest gaat wel. Nu is het perfect. We gaan eerst naar de winkel, we gaan even cola halen voor morgen mee te nemen. Voor de rest niks. Dus dat gaan we eigenlijk doen. Dus dat gaan we eventjes gaan halen. Het is gelukkig nog niet zo koud buiten, want ik had het altijd koud in mijn zijn. Ik hoop dat het morgen goed weer gaat zijn. Dus het is echt wel een wolk en zo. Ik hoop het wel. Het zou wel goed zijn, dus het kan goed weer zijn. Ik zie wel keidruk, maar al die auto's. Zo. Normaal ga ik altijd met de fiets naar de winkel, maar nu dacht ik als je voet. Ik had dit trouwens in mijn valies printen te druppelen. Niet te druppelen, nou. Ja, dat het regen en zo ding allemaal. Nee. Het is zo leuk. Het is zo regend. Vandaag ga ik ook proberen even bordje spaghetti te maken. Dat is ook nog iets wat heel moeilijk is, denk ik. Want ja, iets anders hebben we te veel open. Dan staat dat in de ijskast en dat gaat ook niet. Dus daar moet ook zien dan. Maar één portie hebben. Dus, en nog een filmpje maken op TikTok ga ik ook nog doen. Uitleg over superfans. Dat filmpje heb ik een paar jaar geleden ook gemaakt. Maar ik merk dat die video nu, allee, dat mensen nu beginnen te delen en zo. En zeg je dan niet uit als dat deel op TikTok, maar het zijn de reacties die eronder komen, vind ik onsmakelijk. Dus. Dat vind ik dus totaal niet kunnen open, maar ja, ik weet dat wel. En dus daarmee dat ik zo terug dezelfde filmpje wil maken, maar dan voor TikTok. Dat gaat natuurlijk al een moeilijke zijn, omdat je natuurlijk ja, niet zoveel meer herinnert. Dan toen dat ik dat filmpje maak natuurlijk. Maar dat komt weer helemaal goed. Dus dat gaan we straks eventjes doen. En dan nog de valies beneden zetten. En dan zijn we ergens goed als klaar. Ik moet er alleen zien dat de kat eruit is, want de kat ligt momenteel in de valise slapen. Dat we niet zo toe komen en dat we de kat hebben. Dus we kunnen op het hotel inchecken om 11:30. Dat is vrij laat op zich, denk ik. Maar we gaan het wel zien. We gaan gewoon sowieso vertrekken vroeg. En dan zien we wel wat die mevrouw of meneer reageert aan het hotel. Dus hier gaan we naartoe, we gaan naar die winkel. Gewoon een flesje cola halen, eigenlijk is dat gek, maar dat is wat we gaan doen, gewoon een flesje cola halen. Meer hebben we niet nodig, dus is het wel een beetje gek. Hier is het precies nog niet zoveel druk, als je ziet. Er zijn niet zoveel mensen. Dat is ook een heel voordeel. Het lijkt daar precies herfst, omdat daar heel veel eikens liggen. En meestal de herfst tegenkomt. Je ziet precies wat we mooi doen. Dus deze record zijn gevallen. Doe niet zo hard gelukkig, want ik heb geen jas aan. Maar ja, chance. Ja, dus voilà, hij staat binnen, gewoon zo meteen. En dan cola halen. Dan hebben we alles. Ja, ik loop wel wat gestresseerd, dat is normaal. Dat is ook de eerste keer. Maar ik vind het wel leuk om jullie daar weer mee te pakken. Zo, we zijn alles wat we moeten hebben zitten in de rugzak nu. Ik zit het hard in de regen. Dat is anders. Maar ja, ik zie niets aan de hand, dat is in de regen gewoon. Dus, het is beginnen regenen. Dus daar valt niet veel tegen doen. Dan alleen maar het ondergaan van de regen. Dat is beter genoeg. En dat ding is een beetje losgekomen. Dus ik ben een beetje aan het kijken hoe dat komt. Want ik ken er niet zoveel van. Het is nieuw over mij. Zo. En nu lopen we dan in de wagen terug naar huis. Maar het op zich is niet koud, maar ik hoop dat het morgen echt lekker is. Je bent er dan best wel zo'n gevoel van, ja, zit alles dan wel de juiste kleding in, omdat je
Een jas, dat zal ik ook wel mee pakken voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Dus, de weerhoogte zijn onschunstig. Zo. Al die mensen keken me zo aan, zo oh, die zijn camera mee. En mensen zijn dat niet gewoon. Hè. Maar ik vind het altijd leuk om alles te vloggen. Jullie. Ik heb zo'n die dagen dat ik zelf niet graag naar buiten kan. Zo. Ik heb ook ondertussen opvang gevonden voor het konijn, de kat. Die zal normaal zien vanavond komen, dus om ja, wat uitleg te krijgen en zo. Dus ik ben eens benieuwd. Natuurlijk, je weet het nooit op voorhand, hè. Ik wil hier allemaal eikels al. Allemaal eikels. Precies zoals het is. De herfst is gekomen. Ik ben wel nog aan het twijfelen over deze rustdag van meepakken of de andere. Maar ik heb een 1-liter fles gepakt. Dus dan kan ik pas morgen s'avonds die gaan drinken. Dus als, ja, eigenlijk moet er niet zoveel in. Dan moet mijn koptelefoon in. Portemonnee. GSM. Eventueel oplader. En dat is eigenlijk alles. De regen ruikt naar de zee. Dat is niet normaal. Dus dat is goed. Die zijn die weer eens aan het werken in de regen. Respect voor die mensen. Dat aan het werken is in de regen. Ik ben ook eens benieuwd of ik ga herkend worden bij zomerrit eigenlijk. Op het moment weten eigenlijk de mensen niet dat ik daar naartoe ga. Op YouTube worden de filmpjes iets minder bekeken. Dus ik ben wel eens benieuwd eigenlijk. Het is zo hard aan het regenen, het is echt verschrikkelijk. En het regen. En dus het weer is doorgegaan. Dan zijn we nu naar binnen. Maar ik kan je wel zeggen, het was zwaar. Zo. Het is dus na die zwaar regenval, dat was even te verneigeren. Maar goed, we zijn thuis. Het is wel gewoon jongens. Goed. We gaan de spaghetti even opzetten. Dit is een koken terwijl dat wij. Ja, het verhaal gewoon vertellen. TikTok. Ik hoop ook dat het serieus wat gedeeld wordt. Zo. Even een potje pakken. Laat ik erin doen. Zo. Zout. Spaghetti vind ik altijd moeilijk om te maken, zeker als je dat wilt maken zodat dat niet te veel is. Vind ik dat altijd een hele moeilijke. Ik vind altijd te veel spaghetti. Dus zo. Op 6, 7, 6, 9. Hier zit ze dan. Hier zit ze dan weer. Oh, nog een dag dat is zo leuk. Zoals zo, dat je zo die dingen op moet zitten. Dat is zo leuk om erin te gaan in het papier. Vind ik super tof om te zien dat zij aan het genieten is. En dat is het voornaamste. Dat ze geniet. Dat moet hem. Zo, dan moet ik even daar liggen. Dan maak ik het zo leuk.